Goedemorgen mensen, ik ben net wakker. Het zie je misschien wel aan mijn kapsel en mijn gezicht. Het is weer een prachtige dag gelukkig. Ik krijg echt heel veel positieve energie van de zon. Zoals velen natuurlijk. Ik ga even een kopje koffie pakken. Broodje erbij. Mijn kopje koffie en ik zijn op de bank. Het is een stukje later. Een paar vlogs geleden vertelde ik over de wasbak. Dat die steeds vol liep met water en zo. Dat is dus nog steeds niet opgelost. Daarom moet ik nu afwassen. Blauwe lucht. Lekker gezond in de natuur bezig. Dan kom je natuurlijk ook van alles tegen. Oeh, heel veel bissenbedden zie ik nu. Kijk, allemaal kleine slokjes bij elkaar. En een meer. Het is inmiddels een stukje later. Het is al over 4 uur en ik ga nu beginnen met eten maken. Vandaag eten we wraps. En ik ga het maken uit deze verpakking. En ja, wij hebben wel een familieverpakking nodig. Wij eten best wel veel. Als we niet alles opeten, dan bewaren we het natuurlijk gewoon. Ik ga dus beginnen nu. Johannes die werkt dus gewoon, zoals ik net zei. Hij is er nu niet. Hij komt om 4:30 terug. Ik voel me daar een beetje wisselend over, want ik werk dus niet. Heel veel mensen werken thuis. Maar zijn werk kan je niet thuis doen. Dus hij moet wel gewoon naar het werk. Ik kan er niks aan veranderen. Je denkt er even over na en dan ga je maar weer verder. Zelf doen we in ieder geval wel alles wat we kunnen. De afstandsregels en zo. En voor de rest, we hebben geen bezoek ontvangen sinds die regels zijn ingegaan. We zijn ook bij niemand op bezoek gegaan. Het is heel lang geleden dat ik wraps heb gemaakt. Dus ik hoop dat het lukt. Trouwens, heel veel van de afwas weggewerkt zoals je ziet. Alleen daar is nog een pan en daar op de kast staat één pan. De batterij van mijn camera is leeg, dus ik heb eventjes mijn telefoon hier om te filmen. Ik heb er wat ananas doorheen gedaan in plaats van mais. Ik heb zo'n honger nu ik dit sta te maken. Ik ga nu de kruiden erbij doen zo. Hier is tomatensaus, staat er vast klaar en de oven moest voor verwarmen. Yoghurts. Met aardbeien. Het is de volgende dag. Het is woensdag 25 maart. En ik kijk naar de bank. Die moet ik direct weer even schoonmaken. Ze hebben er weer een zootje van gemaakt vannacht. De katten dan, want Boris was in de gang. Ze zijn lekker smerig geworden van hun pootjes. En gisteren is de vissenkom schoongemaakt. En dit gaat vanavond door het eten. Lekker de dag beginnen. Ga ik eerst even de bank schoonmaken zo, als de koffie bezig is. Het gaat weer een mooi dagje worden, want de zon schijnt. Prachtig, ik heb er weer zin in. Jullie hebben boven nog nooit gezien, maar dat komt nog wel. Aan de linkerkant zit nog een hele grote kamer. Die kamer die is nog een mega verbouwingsbende, nog lang niet af. En aan die kant zit ook een kamer, een wat kleinere kamer. Het is natuurlijk ook wel leuk om te laten zien als het nog niet af is. Alleen het probleem is een beetje dat de trap dus niet zo heel goed begaanbaar is en glad is. En stel ik zie een megaspin, want het, goh, daar hangen zulke megaspinnen we hebben daar. Ik moet een veilige vluchtroute hebben, wil ik me daar begeven. Een zwart kopje cafeïnevrije koffie. En de bank is bijna weer droog. Alleen dat moet nog even droog worden. Dieren die haren nu ontzettend uit. Dus er ligt ook sowieso heel veel haar overal. Het is inmiddels alweer bijna een uurtje later. Mijn ochtendstem is nog steeds niet weg, hoor ik wel. Ik ben gisteren hier bezig geweest. Wow, ik film weer lekker recht. En wat ik nog eventjes wil doen hier, is de ramen een beetje schoonmaken. Kijk, hier sta ik weer. Ik heb hier gisteren geveegd. Maar dit is dus nog lang niet af. En ik ben nu een lekkere tosti aan het maken met ananas. En ik was een vlogje aan het kijken. Ik probeer de spinnenwebben met mijn voet weg te halen. Dan hoef ik mijn hand er niet in te doen, maar je moet er wel een beetje lenig voor doen. Het is gelukt. Het zijn trouwens de ramen van de schuur. En daar moet nog gemetseld worden. Dat zal eigenlijk vorig jaar al
Ik sta weer binnen. Ik ga de deur zo achter me dicht doen. En dan ga ik voor school bezig. Tot later. Voor jullie is dat heel snel weer. Ik denk dat het Katar is. Het is zwarte. Ja. Nee. Nee, we gaan niet in de werkruimte. Naar de kamer. Dit gebeurt dagelijks. Naar de kamer. Naar de kamer. Op naar de kamer. Nee, niet weggaan. We zitten weer aan tafel. In die pan zit rijst met nog een heel klein beetje gehakt wat van gisteren over was. Kip, bieslook, kaas, ananas en een paprika. Nou, nu gaan we eten. We gaan even de deur uit. Het bad is weer lekker aan het vollopen. Daar had ik nou echt zin in deze ochtend. In bad. Ik heb weer te veel schuim erin gedaan trouwens. Het is een beetje overdreven zo. Het is weer 3:05. En vandaag draait het een beetje om huishoudelijke activiteiten. Ik ben nu aan het afwassen. Maar er moest ook veel gebeuren bij de was. En ik moet zo nog stofzuigen. Ik moest natuurlijk de bank weer afnemen. Zoals altijd. Vanmiddag heb ik wel even lekker buiten gezeten. Het is namelijk weer mooi weer. Ik denk dat ik nu elke dag, als het warm is, even een half uurtje buiten ga zitten. Lekker afwassen. En ik wilde vandaag eigenlijk ook even uitzoeken wie nou wint met die winactie. Oh, een gaapje. Er is trouwens iets met de plant gebeurd. Ik weet niet wie het was, maar ik heb zo'n vermoeden. Er is in de plant omgegraven. Overal zaten steentjes op, want dan gingen ze er niet in. Maar nu dus blijkbaar wel. Ik ga nu even broccoli snijden. We gaan straks patat eten uit de oven. Het is gelukt met de frietjes. En we hebben hier ook nog broccoli. De ovenfriet was wel lekker, maar het was van binnen wel heel erg zacht. Dus het smaakte niet echt als patat. Maar ik vond het wel goed smaken. Alleen onze mayonaise was op, dus dat was wel jammer. Hier is mijn bord met broccoli. En hier is Johannes bord met broccoli. Bos? Daar lijkt het wel echt op. Of dat is wat lichter groen misschien. Het zijn twee boompjes. En het is nu tijd voor vis. Deze komt ook uit de oven. We eten een beetje in delen vandaag. Goedemorgen, vandaag is het vrijdag. En ik sta in de lesruimte waar normaal les wordt gegeven. Muziekles. Maar nu sta ik hier niet voor die reden. Ik sta hier omdat ik nu yoga ga doen. Dat doe ik wel vaker hier. Het is wel ontzettend heet hier. Ik heb mijn pyjama nog aan. Ik ben al wel met Boris geweest. En dan heb ik gewoon mijn jas hierover aan, dus dat zie je niet. En ik heb natuurlijk een legging aan. En ik heb al even een stoeltje buiten klaargezet. En dan ga ik straks even lekker in de zon zitten, een half uurtje tussen de middag. Dus ik doe zo het gordijn dicht. Dan zet ik op de laptop een filmpje aan en dan ga ik een beetje yoga doen. Niet te veel, ik voel me niet zo lekker vandaag. Ik heb ook al 2 paracetamolen op. Dus een beetje rustig aan ga ik een paar oefeningen doen. Ligt het matje al klaar? Het is een goedkoop matje van de Action, geloof ik. Niet echt een professionele yogamat, maar ik ben ook geen professioneel yoga persoon. Dus dat past precies bij mij. Het is hier veel te heet, dus kan er ook nog wat lucht door zo. Even nog een kiertje. Inmiddels ben ik alweer een hele tijd klaar met de yoga oefeningen en ik heb ook al even buiten gezeten. Ik ga zo een broodje salami eten en daarna ga ik ook nog even een eitje eten, die zit al in de pan. Daarna ga ik de bank schoonmaken en dan ga ik even voor school bezig. Eigenlijk had ik de opdracht waar ik nu mee bezig ben, ben ik al een tijdje mee bezig. Die wilde ik eigenlijk inleveren aan het einde van deze week en het is nu vrijdag dus. Ik ga kijken of ik vandaag veel kan doen. Inleveren wordt hem vandaag niet. Maar misschien heb ik hem wel voor maandag af als ik zaterdag nog wat doe.
Maar dat zie ik allemaal wel. En er ligt hier een hondje even lekker op de rug te relaxen. Even lekker eten. Het is inmiddels alweer bijna 4:30 en ik ga nu eten maken. Ik wou koken zeggen. Ik ga noedels maken uit zo'n verpakking. Kip ketchup maaltijdpakket. Uit. Ja, en het ruikt ook heel lekker. Het is zaterdagochtend. Gisteren voelde Boris zich in één keer niet zo goed. Hij had overgegeven en hij ademde een beetje raar. Ook vannacht ging het niet zo lekker. En hij ziet er nu ook nog niet zo fit uit. We zullen even zien hoe de rest van de dag loopt. Love you, Boris, ja. Yeah. Vandaag is het dus zaterdag. Ik zit op de bank. Ik ben wel net met Boris buiten geweest. Ja, hij heeft even rustig wat gelopen. Hij heeft net ook wat gegeten, maar toch vind ik hem niet helemaal normaal overkomen. Maar goed, dat houden we dus in de gaten hoe dat gaat. Kan natuurlijk zijn dat hij eventjes niet lekker is of even iets verkeerds had gegeten. Hij is namelijk ook wel eens buiten en dan kan hij ook wel dingen eten wat wij niet altijd zien. Gisteren ben ik een lange tijd bezig geweest voor school. En ik ben dus ook een heel eind gekomen, want de opdracht is eindelijk af. Zeg maar qua informatie. Maar, en ook qua vorm. Ik moet nog wel de literatuurlijst dingen op volgorde zetten. En stukjes eruit halen, een beetje inkorten en zo. Dus dat ga ik nog doen. En hopelijk kan ik hem dan opsturen vandaag. Het heeft best wel veel bladzijden. Het wordt best wel een grote opdracht eigenlijk. Soms maak ik me zorgen als ik dan zo'n grote opdracht meemaak. Want dan denk je, oh jee, wat zal de volgende brengen? Ik zag net trouwens een lieve heersbeestje buiten. Deze opdracht heet onderzoek psychisch welzijn. Vandaag is het maandag. Ik was even first dates aan het kijken, zoals je daar ziet. Normaal gesproken zou ik de vlog nu al afsluiten, want ik heb al best wel wat dagen gefilmd. Alleen ik moet dat met de winactie nog even afronden en ik wou toch even laten zien op de video hoe ik dat doe. Het was best wel een druk weekend. Volgens mij is het ook een beetje chaos qua wat ik heb gefilmd en heb ik heel veel niet gefilmd van het weekend. Maar ik ben zaterdag heel hard bezig geweest met school. Met die ene opdracht, die lange opdracht. En ik heb vandaag het cijfer al teruggekregen. Ik moest het namelijk mailen en opsturen. En ik kreeg terug dat het er voldoende is. Ik heb een 8 gehaald, dus daar ben ik super blij mee en opgelucht over. Hier zijn de spulletjes. Dat was mijn mobiel. En die spulletjes, die ga ik even klaarmaken. Dit weekend gebeurde het trouwens weer dat de klok een uur vooruit moest, of naar de zomertijd toe. En wij hadden dat niet eens door. Dus wij kwamen erachter omdat de auto een andere tijd aangaf dan de telefoon. En toen wisten we eens niet hoe laat het was, maar toen al heel snel komt er dan natuurlijk in je hoofd op van oh tuurlijk, het is dat zal de tijd wel weer zijn die een uurtje veranderd is. Dus toen kwamen we erachter. Ik ben inmiddels... Oké, staat daar een troep. Ik ben inmiddels in de keuken en ik ben eten aan het maken. Ik ga heel veel macaroni maken, zodat het ook nog goed in de vriezer kan of dat we er morgen van kunnen eten, maar ik denk in de vriezer. Het is tijd om de winactie bekend te maken, wie hier heeft gewonnen. Ook ik weet dat nog niet, maar dat gaan we nu bekijken. In dit, ja eigenlijk zit hier een plant in, maar nu zitten de kaartjes erin. En hier zitten alvast de, hoe noem je dat nou? Kortingsbonnen. Oh ja. Ik heb alleen nog een adres nodig van degene die hebben gewonnen. En dat kan je mailen naar miriamswinacties@gmail.com. Hier zitten een aantal papiertjes in. En dan ga ik er dus 6 uitpakken. Ja, ik moet kijken. Ik ga er dus 6 uitpakken en die mensen die hebben dus gewonnen. En ik ga nu beginnen. Oké, ik heb nu eentje vast. En de eerste is Sylvana. Hij kan echt niet schuil. De tweede staat Baskor. Ik vind het best spannend om te doen. De derde. Tony Pino. Die bakt nog een beetje vies. Het zit helemaal modder in. Santiago Pablo. Dat zijn de 4. Nummer 5. Cutie Queen. Nog eentje, de laatste. Het laatste kaartje die uit het bakje is gekomen. Jamie Blom. Dan is het nu bekend wie er heeft gewonnen. Vergeet niet te mailen, want anders kan ik dus niet
deze envelop met inhoud naar je toesturen. Nu heb ik nog niet bekendgemaakt wie de tweetbon heeft gewonnen. Dat komt omdat er nog geen winnende reactie is gebleken. Misschien als ik over een tijdje wel achterkom dat een van de reacties wel het winnende antwoord is gegeven, dan krijg je natuurlijk nog die extra bon. Voor iemand die nog met het antwoord komt. Maar tot nog toe is het dus niet echt gevonden hoe dit nou kan. Als er iemand is die nog niet had gereageerd, maar die nu wel reageert met een reactie die helpend is, dan kan je dus alsnog een bon winnen omdat je de winnende reactie toch nog wordt. Dan ga ik direct ook de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende video. Doei!